je begint met geloven dat totale rust niet bestaat. Ik geloof dat de eeuwige rust van God een soort evenwicht van activiteiten is die ons allemaal goed doen. Wij leven in een wereld waar nou eenmaal zweet nodig is, waar nou eenmaal pijn is, waar nou eenmaal ongemak is. Daar leven wij. En zo'n opgejaagd gevoel op de bank, dat is een innerlijke stem die je een soort schuldgevoel aanpraat over stilzitten. Ik heb verveling nodig om mijn creatieve gedachten de kans te geven, om kanten op te kijken waar ik nog nooit naar gekeken heb. Ik gun mezelf op dat moment de tijd om niet alleen maar gefocust te zijn op iets wat ik moet bereiken of moet presteren. Maar het meeste werk is wandelen. Je kunt niet achter elkaar produceren, zo zit het gewoon niet in elkaar. En wij hebben natuurlijk wel in onze neiging om de productie te verhogen en wij hebben daardoor ook genoeg eten op de wereld, hè, omdat we op kleine stukjes grond heel veel graan kunnen verbouwen. Dat hebben ze echt slim uitgedacht, dat is ook echt fijn dat dat kan. Maar ondertussen sloop je er de natuur mee blijkbaar. Evenwicht in spanning en ontspanning. Evenwicht in activiteit en non-activiteit. Evenwicht in doelgerichtheid, dus focus en breed kijken. Nou, onrust komt me natuurlijk regelmatig slecht uit. Ja. Het komt me gewoon soms slecht uit. En daar moet ik dan toch naartoe. Misschien is dat wel de pijn van het leven.